Maar ik voel me echt niet goed. Tjering, we zijn niet groot. Ja. Nou, kijk eens. Wat een gezelligheid op de bank. Hey, mannen. Ja! Leuk jullie kijken naar een nieuwe video en het is vandaag, ik stond vandaag een beetje slecht op. Ik weet niet wat het was, maar ik heb gewoon een beetje, ik ben een beetje misselijk en een beetje hoofdpijn. Gewoon een beetje slapjes, maar we moeten niet zo slap doen, want ik ga nu richting Haarlem en dan ga ik lekker sporten bij Hidde. Dus ja, let's go. Zo jongens, ik ben weer thuis en ik heb net een uur gesport, maar ik voel me echt beroerd gewoon. Ik voel me echt niet lekker. Ik heb gewoon de hele tijd een soort van kotsgevoel en mijn maag die rommelt gewoon, maar het kan zijn dat ik gisteren gewoon te veel heb gegeten. Kijk, het kan natuurlijk zijn omdat ik nu van kratje naar sixpack heel weinig eet en een bepaald dieet volg. Ik had gisteren bijvoorbeeld iets te veel brood gegeten, iets te veel koolhydraten. Dus daar kan het ook wel aan liggen, dus ik weet het niet, maar ik ga vandaag gewoon even lekker rustig aan doen, denk ik. Hey jongens, goedemorgen. Ik heb helemaal niks meer gefilmd nadat ik ben gaan sporten, maar ik voel me echt niet goed. Ik heb gisteren overgegeven en elke keer als ik nu wat eet, ik deed het misselijk en heb ik buikpijn. Dus ik weet niet wat ik heb. Misschien heb ik een buikvirus of zo, of een buikgriep hier. Ik weet het allemaal niet. Maar ik lig nu al 2 dagen ongeveer lekker in mijn bedje. Dus even rustig aan doen. En ik hoop dat het overgaat, want ik wil niet ziek zijn. Ik hou echt totaal niet van ziek zijn. Ja, lach maar. Misschien ben je zwanger. Ja, ik denk dat ik zwanger ben. Nee, ik vind ziek zijn echt nooit chill. Ik wil gewoon dingen doen. En het is lekker weer buiten. Ik wil eruit. Maar het doet pijn aan mijn buik. Gelukkig heb ik wel een hele goede verzorger naast me. Fijne. Oh. Ella heeft vanochtend voor mij een broodje gemaakt. Koffertje gepakt. En ja, we liggen eigenlijk nu de hele tijd nog een beetje in bed niks te doen. Ella die wilde een kerstfilm gaan kijken. Dus dat gaan we ook maar doen. Gisteren hebben we er ook al een gezien, hè? Ja, gisteren hebben we de Quinch gezien. Ja. Dat is ook leuk. Ik ben benieuwd of deze vlog nog leuk gaat worden, aangezien ik niet weet hoe lang ik nog in mijn bed lig. Maar jullie zien het wel aan hoe lang de video duurt. Want als hij nog heel lang gaat duren, dan weet je dat ik weer uiteindelijk mijn bed heb overleefd en dat ik er weer uit ben. Maar ik weet het nu nog niet. Maar ik wil er wel uit. Hey, daar ben ik weer jongens. Ik ben weer een soort van levendachtig. Gewoon prima gegeten, ik heb alles binnengehouden. Dus het was gewoon een of ander raar buikvirus, griepje. Ik heb geen idee wat het was, maar ik voel me vandaag al een stuk beter. Dus morgen kan ik gewoon weer lekker mijn ding gaan doen. Maar vandaag nog gewoon, ja, ik heb vandaag, het is nu momenteel 3:15. Maar ik heb alsnog gewoon een beetje rustig aangedaan. Want ik ga woensdag naar Oostenrijk samen met mijn broer, mijn vader en dan vrienden van mijn vader. En daar weer de zonen van. Dus dat wordt één gezellige boel. Dus ik wil gewoon fit zijn. Dus nog eventjes uitrusten. Dit is momenteel het weer buiten. Zoals jullie zien. Lekker vochtig. En blijf van mijn anus af, jullie twee. Maar het is vochtig en koud buiten. En Ella die zegt... zullen wij even lekker gaan, gaan wandelen? Jij zit al 3 dagen met je luie kontje op de bank. Luie kontje op de bank, met mijn zieke kontje op de bank. Oh, ben jij ziek dan vandaag? Ja, ik heb het net al uitgelegd. Ik voel me vandaag al echt een stuk beter. Alleen, ik ga gewoon nog niet heel actief doen. Want anders dan ben ik straks... Ja, maar anders ben ik straks weer... Meneer loopt net een koprol over de bak. Ik wil nog wel even rust doen. Ja, ik wil gewoon nog even rust. Ik heb een filmpje van je hier. Nee, even niet alles. Ja, er komen al je naaktfoto's in beeld zeker. Hier, dit is Vince ze rustig doen. Ja, hier was ik gewoon even aan het chillen. Hier, dat is goed voor mijn rug. Het is gewoon goed voor mijn rug. Ik had in mijn vorige vlog aan mensen gevraagd. Zal ik gewoon gaan dagelijks vloggen? Ja, is goed. Iemand had gereageerd, doe heel december. Alleen, dat vond ik echt een goeie. Ja, ja, maar. Jouw december is ook ja, ik zou december ook gaan doen. Ja, maar december ga ik wel op wintersport. En ik weet van Gio. Omdat iemand had ook in de reactie laten weten van ja, weet je. Het is natuurlijk wel lastig om elke dag... iets interessants en leuk te doen. Je moet elke dag wat plannen. Maar gelukkig heb je veel vrienden die het doen waar je tips aan kan vragen. En ik weet... Maar wintersport is bijna niet te filmen, zeg maar. Het enige wat ik doe is GoPro op. Ik kan niet praten. Ja, maar kijk, ik heb gewoon een... Kijk, dat is... Ik dacht ook... Ja, misschien is december wel een leuke maand om te vloggen. Alleen op wintersport heb je niet heel vaak de mogelijkheid om zeg maar echt de camera vast te houden en te gaan praten. Maar handschoenen aan. Hoe vaak ga je op wintersport? Hoe vaak ga ik op wintersport? Toch? Gewoon 10 dagen of zo? Nou ja, van 22 december tot en met 2 januari. Dus dat is ongeveer... Zo lang? Ja, 10 dagen. Nou. Ongeveer 10 dagen. Wie ga je naar Londen? Wij gaan 15 december. 15 december gaan we naar Londen. Waarom doe je hem zo in mijn gezicht zien dat zeggen? 15? Ja, 15 december. Maar goed, kijk, ik dacht ook van ik ga gewoon in december elke dag vloggen. Maar ik denk niet dat het het meest leuke is. Want ja, wat ik al zeg, op vakantie kan ik niet heel veel vloggen. Je kan het ook gewoon proberen sowieso tot je op vakantie gaat. Ja, dat kan. Dat is best wel...
lang. En als de mensen het dan leuk vinden. Maar je kan het sowieso gewoon proberen of het iets voor jou. Ja, dat sowieso. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon heel erg kijken. Wat ik zeg, je moet je leven ook heel erg op aanpassen. Mensen om je heen moeten zich natuurlijk er ook op aanpassen. Dat is een beetje het lastige van dagelijks vloggen. Ja, maar wij zijn al aan. Ja, klopt, maar... Er is eigenlijk bijna niemand, behalve misschien mijn ouders dan. Nee, ja, klopt, maar zeg maar ook dagelijks vloggen wordt toch weer lastiger. Ben ik elke dag aan het filmen, dan ben ik elke ochtend aan het editen. Dus het wordt wel zeg maar... Ja, dat hier, ik bedoel het, dat vind jij niet leuk als ik elke ochtend aan het editen ben. Ella en ik hebben net boodschappen gedaan en we hebben eventjes wat dingetjes gekocht. Namelijk een Nederlandse vlag en zo'n verfdingetje. Een Hollandse vlag. En sloffen. Tjering, we zijn niet groot. Ja. Ze waren bij de FOMO, kijk hoe chill. Ze zijn echt heel groot. Moet je voelen. Ja, mag ik die ook? Hoe duur waren deze? 7 euro per stuk, wel een beetje duur, maar... Maar volgens mij chill. Moeten ze dus gewoon 1 per 2 voeten, zeg maar. Het is gewoon een footwarmer, Finn. Ja, ja, maar ik dacht, ik gebruik ze gewoon als sloffen. Ja, dit is een footwarmer. Dit is serieus een footwarmer. Ja. Dit is toch chill? Ja. Zo, ja, maar je kan ze ook dragen gewoon een slof. Ja, maar dan zijn ze wel heel groot. Hier, doe ze alle twee aan. Hier, dat is toch best chill? Ja, best chill. Ze zijn wel groot hoor. Ja, maar wel nice. Ik echt snel met deze. Hey, glijd helemaal. En we hebben WK-spullen gehaald. We hebben een WK-vlag gehaald en een sjaal en van, die dingetjes die zo op je bank kan smeren. Oh, echt? Ja. Ja, jongens, ik zag ze liggen. Het is koud buiten dit weekend, dus ik dacht, heerlijk. Maar het is echt wel chill. Stel je gewoon loopt zo, je wordt wakker, je loopt zo lekker door huis zo. Zeker. Alleen je kan niet heel goed draaien, merk ik. Ik moet wel zeggen, jongens, ik heb nog niet echt zeg maar 100% dat ik me lekker voel, zeg maar ik heb nog wel een beetje een rommelig buikje. En daarvoor is soep perfect. Niet te veel, niet te weinig. Een perfect soepie. Ik lig nu lekker in bed en ik moet zeggen jongens, ik ben de dag goed doorgekomen. Ik heb me niet misselijk gevoeld wat ik zei. Ja, ik heb alleen nog een matje. Een soort van ja, gek buikje. Het voelt gewoon een beetje gek alsof het heel erg opgeblazen is. Maar morgen ga ik gewoon weer lekker mijn dag beginnen. En ik ga morgen weer sporten en andere leuke dingen doen. Dus ik ben blij dat het gewoon weer snel over is gegaan. En dat het eigenlijk maar 2 dagen heeft geduurd. Dat ik eigenlijk 2 dagen echt alleen maar in bed heb gelegen. Vandaag ben ik ook veel gewoon dingen gaan doen. Even de woonkamer in geweest. Zo. Dus ik voel me echt al een stuk beter. Dus dat is heel fijn. En dan ben ik straks fit als we op vakantie gaan. Want daar was ik was gewoon heel erg bang dat als ik straks dan... Als we dan naar Oostenrijk zouden gaan, naar e-school. Dat ik dan nog steeds ziek zou zijn. En dat zou ik echt klote vinden. Maar gelukkig is dat niet zo. Dus slaap lekker en tot morgen. Een hele goede morgen. Ik voel me echt alweer gewoon helemaal goed, jongens. Het was echt gewoon een buikgriepje. Of een buikvirus. Dat gewoon heel even heeft geduurd. Maar ik ben er van af. Moet je eens kijken, jongens, naar buiten. Het is gewoon helemaal mistig. Laap, jongens. Het is laap. Zo, weet je wat ik dus echt lekker vind om weer... Het begint ook weer echt koud te worden buiten. Maar om een muts op te zetten. Ik weet nog wel dat ik vroeger altijd toen ik naar school ging... Ik ging altijd vroeger op de fiets naar school of op de scooter. Ik had altijd... was op een gegeven moment echt een hype om mijn muts op te hebben. En had je allemaal van die verschillende... Je had van DC met allemaal kleuren en zo. Ik weet nog dat bij ons op school... Bij de jongens was een muts echt hard. Ik weet niet wat het was. Maar ik weet niet. Ik heb mutsen altijd gewoon heel erg nice gevonden. Dus vandaar dat ik gewoon weer een mutsje op heb vandaag. En het is ook gewoon lekker warm. Hey, mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je beter? Ik ben weer helemaal fris. Goed hoor. Net als het weer buiten, jongens. Fris. Fris en wit. Zo, dit ziet er raar uit. Holy shit. Ja, dit is gaaf. Kijk dan, jongens, als je zo kijkt. Dit is gewoon helemaal niks. Zo, het is koud buiten. Het begint echt weer koud te worden, hè, buiten. Nee. Wim? Je zei voetbal altijd koud. Ja, hè? Het was net 1 graad. Waarom zeg je dan nee? Dat jij niet buiten bent geweest. Ja, dat is wel waar. Ik ben niet buiten geweest. Maar goed jongens, ik ga even lekker ontbijten en dan ga ik richting Haarlem, want ik ga weer sporten. Het is tijd om naar Hidden te gaan en om te gaan sporten, jongens. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik ben nog niet, ik ben wel gewoon weer helemaal beter. Alleen, ik ben natuurlijk ziek geweest, dus ik ben niet optimaal fit. Zo jongens, de training zit er weer op. En ik heb zeg maar voor Kratje naar Sixpack gefilmd, dus ik heb niet voor de vlog... Gefilmd dat ik aan het trainen ben. Maar het ging echt goed. Ondanks dat ik ziek ben geweest, had ik gewoon al mijn kracht nog en zo. Dus dat was wel echt nice. Dus het was inderdaad gewoon echt een buikvirus. En niet dat ik verder ziek was of iets of gekke corona shit. Want ik had al mijn kracht nog. En ja, bijna beter dan. Ik had dus alles heb ik nu gemerkt. Dus ik had 120 op de
op de squat. Ik had mijn lichaamsgewicht plus 40 kilo voor pull-ups. Dus ik ben tevreden, jongens. En ik ga nu lekker weer de auto in, want het is koud. Wij zijn nu in Amsterdam en we waren even langs Lukkels de winkel. Omdat, ik heb even iets vets van ze gekregen. Het ziet er dik uit. Ja, dat zou even in de vlog aantrekken. Ja, je mocht het gewoon zelf mocht je iets helemaal personaliseren. Alleen we hebben een beetje haast, want... Ja, het is al te laat eigenlijk. Hoezo is het te laat? Eerst best gezellig kijken met Bas en Koen en Willem. En ik moest weer met jou mee en dan sta ik weer de shit hier. Ik wist ook niet dat het zo lang zou duren, maar... het is 5 uur, iedereen gaat naar werk, we staan... Het Nederlands elftal speelt nu, dus we gaan zo snel mogelijk richting huis. Maar goed, laat maar inderdaad eventjes weten hoe zielig Ruben is. Maar we gaan... Ruben, ik doe mijn best. Ik wist niet dat het zo lang zou duren, ja, sorry. 5 uur, de file komt ook nog. Nou, kijk eens, wat een gezelligheid op de bank. Hé, hey, mannen. Hé, hey, Koen. Hé, hey, laat je horen. Koen. Hé, hey, Koen, laat je horen. Koen. Oh, je hoort het. Hij laat zich wel horen. Nee, jongens, we zijn voetbal aan het kijken. Maar jongens, het is echt dramatisch, jongens. 80ste minuut en gewoon 0-0. Ik had echt verwacht dat Nederland hier gewoon overheen zou janken, gewoon met 3-0. Ja, janken zeker. Ja, nu zijn ze aan het janken omdat het 1-0-0 staat. Echt niet lekker, jongens. Kom aan! Hoppa! Hey! Dat is Ajax. Dit is wel even. Doe even hup oranje. Oké, 3, 2, 1, ja. Hup oranje! Hup! Doe die jackpot! Ja, het is inderdaad hup Holland hup, je hebt gelijk, ja, sorry. Hey, ik ben hier blij mee. Ja, ik ben hier ook blij mee. Ik ook. Ik ben hier serieus heel blij. Oké, fijn. Ja, fijn. Zag ik mijn emotie niet? Nee, ja, nee, kan je het nog een keer doen alsjeblieft. Ja, kan je dat nog een keer doen? Dat is niet gespeeld. Oké, wacht, maar we gaan nu een beetje scoren. Ja. Kijk. Ja! Kom aan! Hey! Hup oranje! 2-0 hoor. Het is Holland. Hoezo is het 2-0? Zo, ik ben alvast aan het editen, want morgen heb ik weer echt een hele leuke dag. Ik heb opnames voor Ford Blok, samen met Niek. Daarna heb ik een fotoshoot bij Talpa, bij Social Influencers. En daarna heb ik nog een heel leuk event ergens boven op een dakterras. Ik weet ook niet precies. En dan woensdag ga ik op vakantie naar Oostenrijk. Dus ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan sowieso eventjes. Want er komen echt leuke vlogs aan. Maar goed, vond je deze video nou heel erg leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.